Wanneer je lekker wil gaan ontspannen, dan rij je heel simpel weg naar Para. Want daar heb je natuurlijk geweldige recreatieoorden waar je kan gaan voor vertier. Heerlijk zwart water. Maar, zoals elke andere plek in Suriname, heeft ook daar een geschiedenis. Vandaag gaan we praten over 165 jaar Bersaba met mevrouw Elvira Sandy, die ook socioloog is en een aantal boeken heeft geschreven hierover. Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Mevrouw Elvira Sandy, dank u wel dat u tijd heeft vrijgemaakt om vandaag met ons te zitten. Mooi onderwerp en heel veel onduidelijkheid hierover. Maar alvorens we daarover gaan praten, wil ik weten, wie is mevrouw Elvira Sandy? Dank je wel voor de uitnodiging. Ik ben moeder van twee jongens, getrouwd broers. En ik ben socioloog en sinds 2 jaar heel actief. Schrijver. Ja, daar gaan we zo meteen over praten, de boeken die u geschreven heeft. We hebben u uitgenodigd om te praten over 165 jaar Bersaba. En als we zeggen Bersaba, dan halen we het vaak genoeg door elkaar en u legde me iets heel moois uit. Misschien kunt u dat weer herhalen voor de kijkers. Ja, je zei plantage Bersaba en toen zei ik, in principe bestaat plantage Bersaba niet. Bersaba is een gemeenschapscentrum van de evangelische broedergemeente. Het is dus een, je zou kunnen zeggen, een gemeenschap binnen het dorp, de plantage La Prosperité. En daar gaat het boek over, de geschiedenis van Bersaba. Hoe is het ontstaan, wanneer, wie heeft het gesticht, wat zijn de ontwikkelingen? En omdat Bersaba in de plantage, op de plantage La Prosperité is ingesteld, zich heeft ontwikkeld, is het ook interessant om toch te noemen, en dat noem ik ook in het boek, de relatie tussen die twee leefgemeenschappen, Bersaba en La Prosperité. Vanaf het begin van Bersaba tot vandaag. Okay. Dank u wel voor die verduidelijking, dat wist ik inderdaad niet. Dus eigenlijk is Bersaba maar een deel. Klopt. Wij zeggen over het algemeen, we gaan naar Bersaba. Okay? Klopt, klopt. Bersaba is populair geworden vanwege de kreek. Het ligt aan de kreek. En de naam Bersaba was vroeger, het is omdat La Prosperité een EBG-dorp is. En eigenlijk iedereen op La Prosperité, vrijwel iedereen, gedwongen was toen om het christendom aan te nemen en EBG'er te worden. En natuurlijk als EBG'er noem je Bersaba. Dat is voor jou het centrum. En dat is dus blijven bestaan zoveel jaren. Ja, mooi. En u heeft ook gezegd van als je naar de geschiedenis gaat, dan zie je ook waar het is ontstaan, waar Bersaba is ontstaan. Waar is Bersaba ontstaan? Bersaba, zoals ik eerder zei, Bersaba is ontstaan op plantage La Prosperité. Voordat de slavernij werd afgeschaft, waren de plantage-eigenaren heel bevreesd. Ze waren bezorgd omtrent hun winsten. De winsten die ze al die jaren hadden gemaakt vanuit door slavernijarbeid. En toen hebben ze dus eigenlijk, ik beschrijf het ook, dat stukje beschrijf ik echt ook in het boek, dat ze een afspraak hebben gemaakt met de evangelische broedergemeente. Om eindelijk te komen op de plantage. Want al die jaren hadden ze de priesters, de predikanten van de evangelische broedergemeente ervan weerhouden om op La Prosperité te komen. Het waren meer de plantage-eigenaren waren eigenlijk van de hervormde gemeente. En die gemeente, of die predikanten, die waren alleen maar gefocust op hun winsten. Ze draaiden plantages hier in Suriname en ze hadden niks te maken, ze hadden weinig te maken met het, 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 het of
ja, laat me niet zeggen, ze hadden weinig te maken. Ze ontfermden zich niet zoveel over de slaafgemaakten. Bij hun ging het erom, je bent een productiemiddel, je bent geen mens voor mij. Voor mij moet je zoveel mogelijk produceren. En de EBG'ers daarentegen, die wilden zielen winnen. En vanaf 1735 waren ze in Suriname. Maar de meeste plantages werden bestuurd door de hervormde gemeente. Tenminste, mensen van de hervormde gemeente. Vele van ze waren ook predikanten in de hervormde gemeente. Dus de EBG'ers werden weerhouden totdat die slavernij zou worden afgeschaft en ze toegang gaven aan de EBG om dus de slaafgemaakte bewoners te bekeren. Want als je mensen bekeert en hun de leer van het christendom bijbrengt, en die leer die is eigenlijk gestoeld op liefde. Liefde voor je medemens. Dan begrijp je dat het een hele ommekeer was voor de slaafgemaakten om dus ja, een menswaardig en meer humaan gezicht te krijgen. Op een meer menswaardige wijze behandeld te worden. De EBG'ers gingen echt helemaal aan huis bij de slaafgemaakten om ze het woord te brengen. En dat heeft dus gemaakt op een gegeven moment dat met het woord, met die liefde, met de saamhorigheid, met het vasthouden aan de leer van het christendom, dat Jezus onze verlosser is, onze beschermer, ons heiland, hebben ze dus gedaan gekregen wat de plantage-eigenaar had beoogd. Rust. Stabiliteit. Je moet je berusten in je lot, anders krijg je niks van God. We kennen dat nog als kinderen, toch? Deze gezegde. Dat kregen die slaafgemaakten ook mee. Dus ze bleven in de rust. Ze hebben de EBG'ers in zekere mate ondersteund. Maar het is niet van een leien dakje gegaan. Okay, wauw, mooi hoor, om dit alles te weten. Dank u wel voor die informatie. Wat betekent of wat zou 165 jaar Bergschappen moeten betekenen voor Suriname? Voor Suriname? Ja. Wel, sowieso, kijk. Ik zei het al, vanaf 1735 kwamen de EBG'ers naar Suriname. En de EBG-kerk was jarenlang de grootste in Suriname. Toch heel veel zielen, tienduizenden zielen, mensen bekeerd. En ze hebben daarnaast ook heel veel betekend voor de Surinaamse samenleving. En als je dus vraagt wat heeft 165 jaar Bersaba-kerk, Bersaba gemeente, wat voor impact had het in de Surinaamse samenleving, dan moet ik het daaraan relateren. Omdat wat de EBG'ers toen deden in Suriname, het voorbeeld zie je op Bersaba. Ze kwamen, ze kregen eindelijk toestemming, zei ik, in 1858 van de plantage-eigenaar van toen. Dat is meneer Jansen Eikensluiters. Ze kregen toestemming om te komen op de plantage. Maar niet alleen dat, hij heeft zijn grond gratis geschonken om een kerk te vestigen. Die plantage-eigenaar was een visionair, die wilde echt alleen zijn winsten waarborgen. Dus hij heeft ervoor gezorgd dat de EBG niet op bezoek kwam, maar gewoon zich vestigde op de plantage. En naast Bersaba zijn er ook andere plantages, binnen en buiten Para, waar de EBG zich inderdaad heeft gevestigd. Toch? En binnen de slavernij, maar ook ver daarna en tot nu toe een belangrijke rol vervullen in de ontwikkeling van plantagebewoners van Surinamers. En als we kijken naar hoe weinig we eigenlijk als huidige generatie weten over dit soort zaken, geschiedenis, over plantages, wat zouden we beter daaraan kunnen doen? Dit, wat ik doe, wat me al een aantal jaren ben ik bezig om me te verdiepen in de geschiedenis van de slavernijgeschiedenis. En het kan niet anders. Ik stam. Van mijn voorouders komen van 5 plantages in Para. Komen we en komen we in. En
Ik ben dus heel geïnteresseerd naar mijn eigen geschiedenis van de familie, maar ook naar de ontwikkelingen op deze 5 plantages in Para, om me even te beperken op Para. En daarom denk ik dat niet iedereen houdt van duiken en graven in archieven en de geschiedenis, zich bezighouden met de geschiedenis. Sommige mensen zeggen het is zo lang en zo, maar absoluut. Kijk, als je wil weten wie je bent, waarom je je op een bepaalde manier gedraagt, waarom het verschilt met je buurman of buurvrouw, dat gedrag, dan moet je weten van waar je komt. En dit is dus het tweede boek dat wij als stichting hebben geschreven. En ik heb daar de meeste research voor gedaan, schrijfwerk. Maar wij hebben als kinderen van Trude en Wilfred Sandy Cairo hebben we ons gecommitteerd aan het vastleggen, het onderzoeken en vastleggen van onze eigen geschiedenis. En hebben een stichting opgericht dus. Het eerste boekwerk dat we hebben uitgegeven, want dat is wat we moeten doen. Daarom geef ik dit als voorbeeld, dat anderen ook dit voorbeeld opvolgen. Toch? We hebben als eerste boek hebben we Plantage La Prosperité kort beschreven. En alleen maar gefocust op die 140ste herdenking van de dag dat mijn voorouders, 9 slaafgemaakte bewoners van La Prosperité, hebben de plantage gekocht van de witte eigenaar toen. En het is historisch, het is iets dat we moeten koesteren. En de betekenis die wij daaraan geven gaat helemaal van ons afhangen. Want ze hebben gekocht, ze hebben het in stand gehouden. Tot vandaag bestaat het. En wat we verder gaan doen met die duizenden hectares. Ze hebben niet 10 hectare gekocht, of 20. Duizenden hectare gekocht. We zijn grootgrondbezitters, in eigendom gekocht. Wat wij ervan gaan maken, dat hangt helemaal van ons af. Want wij zijn eigenaren. En dat deel dat wij, waarin wij willen voorzien, is dus dat onderzoeksdeel en het vastleggen van onze eigen geschiedenis. Ja, ik ben nog even. U geeft aan, het is heel mooi wat u zegt, inderdaad, om te weten waar of hoe je bent of wie je bent, moet je inderdaad weten waar je komt. En vaak verleggen we het accent eigenlijk van hoe belangrijk geschiedenis is. Dus dank u wel voor die benadrukking. U heeft het zo'n beetje ook gehad over uw eerste boek. Maar ik zie hier ook eentje, 165 jaar Bershaba. Bershaba van kerk tot gemeenschap. Wat is de rode draad van deze? Ja. Wat we hebben neergezet in dit boekje, is een jubileumboekje. 20 pagina's met foto's. Opgefleurd met foto's. En wat we hier hebben, de boodschap die we hierbij geven, is dat besef dat we teweeg willen brengen bij alle nazaten. Iedereen, zeker de nazaten, moeten weten wat hun geschiedenis is, zodat ze niet meelopen met anderen die andere dingen vertellen. Toch? Dus we hebben de geschiedenis vanaf Bershaba is ontstaan als dorp in 1858. Het is ontstaan als kerk, eigenlijk. En het is uitgegroeid tot een gemeenschap. Dat is de rode draad. Die ontwikkeling vanaf 1858 tot vandaag. Het feit dat ze als kerk begonnen en op een gegeven moment in 1860 die school hebben opgericht. Waarbij ze niet alleen maar de slaafgemaakte kinderen van La Prosperité onderwijs hebben gegeven. Maar ook van omliggende dorpen zoals de 4 kinderen, Mijnhoop en Valkenburg. We kennen het als Republiek. Zelfde verhaal van Bershaba. Ja. Niemand kent Mijnhoop en Valkenburg. Is Republiek. Jullie denken alleen aan zwemmen. Maar het werd vroeger postrepubliek genoemd. Het was gewoon een militaire post daar en dat is blijven bestaan. Maar het zijn Mijnhoop en Valkenburg, de 4 kinderen, Hannover, dus de omliggende dorpen. Ja. Die waakzaamheid hebben dus Pinari, hoe noem je dat, Indigoveld, om een paar dorpen te noemen in die omgeving. Die hebben dus hun kinderen hebben op Bershaba onderwijs genoten. Nee, ik moet corrigeren, de 4 kinderen niet.
De vier kinderen was een RK-dorp. Dat was er ook. Dus die christelijke ontwikkeling is niet alleen maar EBG geweest. Er waren ook RK-dorpen. Er zijn nog steeds RK-dorpen in Para. Mooi. En u heeft zo'n mooi boek geschreven, zulke mooie boeken met zoveel informatie. En net als wat u zei, het is belangrijk dat de generatie het ook gewoon weet. Toch? Ja. En ook die research doet. Ja. Bestaat er mogelijkheid dat bijvoorbeeld u met deze boeken naar school gaat? Hebben jullie daarna gekeken als stichting? Absoluut. Absoluut hebben we daaraan gedacht. Daarom is de taal die we ook bezig is geen wetenschappelijke taal. We proberen om de jongeren vooral inderdaad te bereiken. En daarom hebben we ook als stichting een Facebookpagina opgezet. En ik mag u zeggen, het wordt veel belezen. Een Facebookpagina waar we dus veel beschrijvingen hebben van plantages. En personen, belangrijke personen, persoonlijkheden op de plantages. Die de plantages hebben voortgebracht. En die pagina heet Pernasitori Fubifo. Daar gaan de jongeren en ook volwassenen hoor, die bezoeken die pagina regelmatig. Dus natuurlijk is het goed om de boeken beschikbaar te stellen aan scholen. Zeker op Para, te beginnen met Para. Maar dat proces, daar zijn we mee bezig. Oké, okay. Ik heb die pagina inderdaad ook een paar keer bezocht. En jullie is inderdaad heel veel informatie die je kan vinden. Ter afsluiting helaas, heeft u een boodschap die u wilt delen als het dus gaat om zeg maar, geschiedenis en hoe wij ermee kunnen omgaan in 2023? Zeker in 2023. Ik benadruk het steeds weer bij elk gesprek dat ik hou op de plantage, maar ook daarbuiten. Benadruk ik het belang van vastleggen, dus eerst onderzoeken. Leg jezelf ertoe om te onderzoeken. Onderzoek hoeft echt niet alleen in de archieven. Praat met de bigismas. Dat kan dat ding. Interviews, want interview is een absoluut beproefde methode, wetenschappelijk beproefde methode ook, om tot vastlegging te komen van feiten. Ik roep vooral de nazaten op, doe dat. Begin gewoon met je familie, eigen familie informatie. En brei het dan, want naarmate je het verhalen gaat horen, ga je nog meer belangstelling krijgen zoals ik. Ik hang aan de lippen van die Biggie Smas, toch? En zo krijg ik de informatie. Wat je dan doet als die Biggie Smas zegt, dat is gebeurd op zo'n dag op de plantage, dat je gaat graven in de archieven. Ter bevestiging en ook ter uitbreiding van die informatie die er dus daar is vastgelegd. Dat is mijn oproep aan alle nazaten van slaafgemaakten in Suriname. Onderzoek zelf je eigen slavernijgeschiedenis. Dank u wel, mevrouw Elvira. Ik heb heel veel gehad aan dit interview en natuurlijk de kijkers ook. Ik wens u heel veel succes verder in alles dat u doet. Hopelijk krijgen we meer boeken en gaat u steeds meer door met het vastleggen van de geschiedenis. Staat u me toe, alsjeblieft, om mensen inderdaad ook uit te nodigen voor 13 september. De schrijversgroep 77 heeft zijn maandelijkse bijeenkomst. En daar zal ik ook met mijn boeken staan. Prima. Nou, de mensen hebben het gehoord. Dan dienen ze inderdaad aanwezig te zijn. Dank u wel en nogmaals heel veel succes. Dank u wel. Dat was mevrouw Elvira Sandy. Ze heeft het gehad over de geschiedenis van Plantage Bershaba, maar ook waarom het belangrijk is om te weten van waar je komt, onderzoek te doen over je geschiedenis, zodat je kan weten wie je bent. Een heel mooi punt dat ze heeft aangehaald. Maar gaat u nu weg, dit was het eerste deel. Mijn collega Richelle Maknak heeft een tweede deel voor u. Zo kijkers, welkom in het tweede deel van deze aflevering van In Gesprek Met. In dit deel praten we met de directeur van toerisme, meneer Buddha. We praten met hem over de toerismemaand die in aantocht is en de toerismewetten die recent in werking zijn getreden. Blijft u luisteren.
Meneer Buddha, welkom in ons programma In Gesprek Met. We praten vandaag over de toerismeman die voor de deur staat en enkele van de recente toerismewetten die in werking zijn getreden. Als we beginnen met de toerismemaand, wat houdt de toerismemaand in? Nou, de toerismemaand, u weet dat wij heel veel activiteiten hebben. En de activiteiten zijn ook in elk district. En de toerismemaand is een unieke kans om dat te koppelen aan de Wereldtoerismedag dat elk jaar internationaal op 27 september wordt herdacht onder een bepaald thema. En u weet, september is ook letterlijk een toerismemaand voor Suriname. Vanmorgen hoorde ik ook de oorden waren bomvol afgelopen weekend. Dus we weten dat er heel veel in het land gebeurt. Er zijn heel veel activiteiten en het is een kans om alles bij elkaar te brengen en die promotie te doen. En dan moet u het ook zo zien dat het niet direct gaat om het creëren van nieuwe activiteiten, want er gebeurt al heel veel. Maar iemand moet de stoute schoenen aandoen om alles bij elkaar te bundelen, door samen te werken. En dat is een rol voor ons, daar is een rol voor ons weggelegd, om na te gaan binnen elk district, waar zijn er activiteiten? Hoe kunnen we die activiteiten verder supporten, promoten en waar kunnen we met de private sector nieuwe activiteiten initiëren en dat binnen deze maand promoten. Okay. En hoe vaak heeft Suriname al een toerismemaand georganiseerd? Nou, dit is de eerste editie van de toerismemaand. Als ik even recap, dan kan ik u aangeven dat we in 2021 voor het eerst Wereldtoerismedag hebben gevierd, één dag. Het jaar daarop, 2022, hebben wij Toerisme Week georganiseerd, activiteiten in diverse districten. En daar hebben de minister en ik aangegeven van, het is geslaagd. Volgend jaar gaan we richting een toerisme maand. En daar is het idee eigenlijk geboren. En vandaag staan we voor de deur. Eigenlijk is de maand al afgekondigd. De activiteiten, het kalender moet gepubliceerd worden. En dat zullen we, de kick-off is op 1 september in de ballroom van La Larouque. En wat kunnen we allemaal verwachten van de toerismemaand? Nou, los van attracties, de attracties die de orde hebben, de speciale prijzen die aangeboden zullen worden, de speciale pakketten die aangeboden zullen worden, zullen er ook culturele activiteiten zijn, er zullen culinaire activiteiten zijn, we hebben ook alle ambassades die hier zijn gevestigd om te participeren op Wereldtoerismedag en ook tijdens al die andere activiteiten. Dus er zal heel veel gebeuren. En het ligt in de bedoeling dat iedereen weet per district waar en welke activiteit wordt gehouden, zodat een ieder kan participeren. Ja, dus als ik het goed heb begrepen, ik heb ook gekeken op de website van Suriname Travel. Dan kunnen bedrijven en organisaties zich registreren voor de toerismemaand. Wat voor voordelen brengt dat met zich mee voor zo'n bedrijf die zich laat registreren voor de toerismemaand? Sowieso bekendheid, samenwerking, meer omzet. En u weet, door samenwerken kunnen we heel veel bereiken. En voorts, weet u dat er heel veel bedrijven zijn die nog niet bekend zijn bij het groter publiek. Ik kan u zeggen, toen ik het aantal bedrijven zag dat nu al op de website suriname.travel staat, sta ik er versteld van als directeur toerisme. Een aantal van die oorden en die plaatsen ken ik ook niet. En dan kunt u zich best voorstellen wat een doorsnee burger meemaakt. Dus zo'n bedrijf proberen we dan ook op de website mee te nemen voor altijd. De activiteiten te promoten en meer bekendheid aan die activiteiten in het district, landelijk. En niet dat de focus alleen ligt op de lokale bezoeker, maar ook de internationale bezoeker. Ja, dat is eigenlijk het probleem. Want wanneer we praten over toerisme, dan voelt de Surinamer zich niet eigenlijk
volledig betrokken bij zaken dus die gebeuren in die sector in Suriname. Vandaar de vraag, wat kan deze toerisme maand betekenen voor Suriname of Surinamers? Ja, dus los van bekendheid van die activiteiten, een stukje bewustwording van wat het toerisme allemaal is. Wat het kan betekenen ook in termen van, los van inkomsten, los van bedrijvigheid, kan het ook bekendheid geven aan de bedrijven, maar ook een stukje werkgelegenheid. En wij streven met ons beleid ook richting hogere doelen. En met die hogere doelen bedoel ik armoedebestrijding. Het tegengaan van die urbanisatie. Want als ik in mijn district employ kan vinden, dan ga ik niet richting stad. Als ik een baantje kan vinden en ik heb geld, ik heb inkomsten, dan hoef ik niet naar de stad te gaan om naar werkgelegenheid te zoeken. Dus dat zijn de hogere doelen, maar direct is het bewustwording. Wat kan het toerisme allemaal voor ons betekenen en hoe kunnen we maximaal rendement daaruit halen? Voor u als bezoeker, voor het bedrijf als ondernemer, als Suriname, als land, dat we dat eigenlijk beter tot zijn recht laten komen. Okay. In de COVID-periode hebben we gemerkt dat de toerismecijfers aan het dalen waren. Het is eigenlijk duidelijk omdat reizen niet zo makkelijk ging toen. Maar we zijn dus 3 jaar verder. Wat vindt u van het toerisme gebeuren in Suriname op dit moment? Nou, we hielden letterlijk onze hart vast toen COVID zich aandiende met de lockdowns, partieel, total lockdown. We zagen de cijfers op de airport, dat was gedropt tot 10% van de arrivals van voor COVID. En de recovery fase is met een beetje pijn en moeite deels achter de rug. De meeste bedrijven kunnen nu misschien niet breed lachen, maar wel een lichte smile. Ook wat ik al zei, in het weekend was het bomvol, de orde. Dus we zitten nu qua arrivals al iets wat meer dan pre-COVID. Dus we zitten redelijk goed qua arrivals. De sector hebben we ook, we hebben samengewerkt, hard gewerkt met de sector om die promotie op te pakken, om de trainingen van hun personeel op te pakken landelijk. Want u weet, iedereen zocht naar werkgelegenheid, iedereen had geld nodig. Bepaalde sectoren waren total locked. En je hebt gehad dat heel veel mensen, werkers binnen de toerisme sector, naar andere sectoren zijn gegaan en niet meer zijn teruggekeerd. En samen met de private sector hebben we aardig wat werk kunnen verzetten. Dus de recovery fase is deel achter de rug. We zijn nog niet waar we moeten zijn, maar we zijn dik tevreden met de laatste ontwikkelingen. Okay. En wat doet Suriname dus zelf eraan om meer toerisme aan te trekken tot dus dit land? Ja, dus dan brengt u mij eigenlijk op de 4 pijlers van het beleid waarop wij ons waarop wij gefocust zijn vanuit het directoraat toerisme. 1 is wet en regelgeving, dat hebt u al genoemd en daarover gaan we straks praten. 2 is branding en marketing van ons land. Het buitenland moet weten, het reizend publiek moet weten wie wij zijn, waar wij zijn. En daaraan wordt hard gewerkt samen met de private sector. Afgelopen jaar hebben wij grote beurzen bezocht. We hebben New York gedaan, we hebben Utrecht gedaan, we hebben 50 plus beurzen in Nederland gedaan, we hebben ITB in Berlijn gedaan, we hebben Vlaanderen gedaan in België. En Dallas hebben we ook gedaan met de private sector. Het zijn allemaal grote internationale beurzen. We hebben ook een destinatiegids uitgegeven onder slogan Suriname, The Hidden Treasure of South America. Speciaal South America, omdat men soms het idee krijgt dat we ergens in Azië of Afrika liggen. En dus dat is in verschillende talen, middels een QR-code, kun je verschillende talen dat destinatiegids bekijken. We hebben de website suriname.travel samen met de private sector ontwikkeld. Het is nu in 4 talen per district
Binnenkort zal het in 7 talen zijn. En dat is allemaal onderdeel van onze branding- en marketingstrategie. En ik moet me haasten om gelijk ook aan te geven dat dit een beetje paniekvoetbal is. Na COVID hebben we getracht om zoveel mogelijk exposure te krijgen en de sector weer aan de praat te krijgen. Binnenkort starten wij, want wij zijn voor een duurzaam beleid. Binnenkort starten wij onder het Wereldbankproject met een branding- en marketingstrategie voor Suriname. Dus dat zal een duurzaam beleid zijn waarbij wij ons marketing- en brandingbeleid gaan bepalen op basis van onderzoek, op basis van de veranderende klantbehoeften. En u moet weten, het is onze ervaring en de feedback die wij uit de sector krijgen. De klant is veranderd, de behoeften zijn veranderd. De plaatsen waar men traditioneel naartoe ging, is ook veranderd. En als een dynamische sector moet je op die veranderingen kunnen inspelen. Dus wij gaan een marketing- en brandingstrategie uitstippelen. En dan gaan we kijken hoe we dat duurzaam, planmatig, structureel met de private sector gaan aanpakken. In between gaan we door met dat paniekvoetbal van beurzen daar, beurzen hier, website daar en noem maar op. Ja, en we weten dat dus veel toeristen die komen naar Suriname, voornamelijk komen uit Europa, familiebezoek. Is dat nog steeds zo? Is er een groei van een andere soort van toeristen die nu komt naar Suriname? Kijk, er is een gestage groei van de echte toerist. En met de echte toerist bedoelen we de toerist die op Sandereiland een taxi pakt. Of via een tour operator een tour heeft geboekt, in een hotel gaat blijven, in een restaurant gaat eten, tours gaat doen. Begrijpt u? Dus de echte toerist, daar is er een lichte groei. Ik heb de cijfers niet, we moeten nu weer onderzoek gaan doen. We moeten gaan meten om het te weten. Maar er is een lichte groei. De visiting friends and relatives categorie was er, is er en dat zal er zijn. Het is een markt die wij verder moeten onderhouden. Maar niet te veel tijd en energie erin stoppen. Meer tijd en energie in de echte toerist. In de high-end bezoeker. De dure markten. De Noord-Amerikaanse markt. De Duitse markt. Dat zijn de high-end markten. Zwitserland en noem maar op. UK. We moeten kijken waar. En ook gebaseerd op connectivity. Want je kan je land gaan promoten in Australië. Maar hoe komt die persoon naar jouw land toe? En met de beperkte verbindingen die er zijn, moeten we een strategie gaan bepalen. En de verschillende doelgroepen gaan benaderen om de mensen hier naartoe te krijgen. Dus onze branding en marketing strategie zal een meersporenbeleid hebben. Waarbij je de visiting en friends and family moet behouden, moet onderhouden, maar ook op zoek moet gaan naar de echte toerist. Ja. Oké, dan komen we op het moment waar we gaan praten over de wetten die recent in werking zijn getreden. Wat is het verschil met de vorige toerismewetten die we eerder hadden? Nou, er waren geen toerismewetten. Er waren geen toerismewetten. Vanaf 2002 zijn initiatieven ondernomen om wetten te draften en die wetten door de DNA te krijgen. Maar het stuitte steeds weer op drempels en hobbels en hordes. En we bleven maar doorbabbelen. En uiteindelijk is het met deze minister en deze directeur gelukt om de regering en de DNA zover te krijgen dat wij de wetten hebben kunnen aannemen, kamerbreed. En op 1 juni zijn ze afgekondigd, dus de wetten zijn al in werking. Laat mij me haasten om gelijk aan te geven dat er wel wetten zijn die indirect impact hebben
en invloed hebben op de toerismesector. Het is echt niet zo dat de toerismesector al die jaren zonder wet en regelgeving heeft gewerkt. Denk maar aan arbeidswetten, denk maar aan veiligheidsvoorschriften, denk maar aan voedselveiligheidswetten, denk maar aan hinderwet en noem maar op. De natuurbeschermingswet, de jachtwet, al deze wetten hebben impact op het totaal toerisme gebeuren. Dus, maar nu hebben wij echte wetten. En met die wetten gaan wij de sector verder duurzaam ordenen. Structureren. Classificeren. En dan certificeren. En hoe lang denkt u dat dat proces gaat duren om, het heel, om die hele sector goed te gaan ordenen? Kijk, het is een moeilijk traject. Het is Surinamers uitgestrekt. En wat ik eerder in een interview heb gezegd is, je hebt hotels en restaurants en tour operators en resorts in alle kleuren en geuren. In alle kwaliteiten. En de diversiteit is groot. En we gaan met de sector zitten. We gaan de zaak registreren. We gaan het ordenen. En met ordenen bedoelen we, je gaat ze groeperen. Hotels bij hotels, restaurants bij restaurants. En binnen die groepering ga je klassificeren. Internationaal is bekend de star rating system. Of we star rating of een Calabas of een Awara gaan gebruiken. Dat moet de sector nog samen met de sector bepaald worden. Maar dan ga je binnen een klasse die rating doen. En je moet voor elke stap, elke rating moet je die standaarden hebben. En dan komt de standaardenbureau weer bijkijken, de standaardenwet komt bijkijken. En er moet samengewerkt worden voordat je al je huiswerk en al je randvoorwaarden in place hebt. Voordat je kan zeggen van oké, ik ga uw oord auditen en uw oord is een 3-sterren resort. En als ik op een website ga of uw dingen, dan krijg ik al die, al die criteria van waaraan moet zo'n 3-sterren resort voldoen. En idem dito voor een tour operator. En ook gaan we de gidsen certificeren. Dus als een gids gecertificeerd is, nou dan is hij eventueel een standaard gids. Wil je hoger opkomen, dan moet je gaan specialiseren. Ben je in natuur gespecialiseerd, ben je in birdwatching gespecialiseerd. Ik probeer alleen maar aan te geven hoe complex de materie is. En hoe lang het gaat duren, weet ik niet. Maar we hebben een goede stap, een stap in de goede richting gemaakt. Ik ben nu bezig met voordrachten vanuit de verschillende sectoren om de board, de raad van toezicht van de board, te installeren. En dan moeten we de toerismeautoriteit gaan operationaliseren. Een beetje progressief, een beetje hoopvol gestemd. Ik hoop dat ik komend jaar fysiek de autoriteit in place zal hebben. En dat men aan de slag kan gaan. Dus het zal zeker enkele jaren duren voordat u structuur gaat zien. En in between gaan we door met het beleid. Ja. Eerder is aangegeven, dus voor wat de toerismebord betreft, dat het ergens deze maanden geïnstalleerd zou worden. Wat is de update daaromtrend? Laat me even corrigeren. Als ik bord heb gezegd, sorry, het is een autoriteit. Suriname Toerisme Autoriteit. Want de begrippen worden door elkaar gehaald, maar vaak hebben ze dezelfde functie, om dat ook even uit de wereld te helpen. De Engels sprekende landen praten over een board. Wij hebben in Suriname een cultuur van autoriteit. Denk maar aan de TAS, de MAS, de wegenautoriteit. Dus wij hebben een cultuur van autoriteit. De Engels sprekende landen en de eilanden hebben een cultuur van board. En vandaar de, eigenlijk de mix-up van beide begrippen. Ja. Dus ik hoop dat ik komende maand de Raad van Toezicht heb geïnstalleerd. Ik hoop dat ik een consultancybedrijf kan aantrekken die dan samen met het ministerie en de Raad van Toezicht de
kan werken aan de totale operationalisering van de autoriteit. En dat heeft dan te maken met de businessplan van de autoriteit, want dat moet gebaseerd zijn op marktonderzoek, die hele organisatiestructuur, de bemensing. Er komt heel veel bij kijken. En we willen geen natte vingerwerk doen. We willen duurzaam zaken ontwikkelen. Dus als het een paar weken en maanden langer duurt, maakt niet uit. We zetten duurzame, sterke instituten neer. Ja. En dus wat ik heb gemerkt is dat bijvoorbeeld de toerismeboord van Aruba en Curaçao echt gefocust zijn op het verkopen van dus hun land. En ze gaan ook samenwerkingen aan met andere bedrijven, ook al is het in het buitenland. Gaan wij dat ook doen? Zeer zeker. Het is gebruik dat toerismeautoriteiten en toerismeboord samenwerken. En om even te vergelijken, de boards van de Caribische landen en zo. Wij hebben een beetje lang gewacht met de wetten en de autoriteit, omdat in vergelijking tot de Caribische eilanden, waar er weinig keus is, ik moet het heel zacht uitdrukken, wij hebben heel veel keus in dit land. En vandaar dat toerisme misschien op de derde, vierde plaats is gekomen naast mining en agriculture en timber en al dat soort zaken. Maar de eilanden die hebben geen keus. Die moeten het hebben van het toerisme naast een paar kleine zaken als services en zo. Dus, maar om terug te komen op uw antwoord, ja, je gaat moeten samenwerken. Samenwerken is eigenlijk de key to succes. Je gaat moeten samenwerken met internationale organisaties in de regio, maar ook internationaal op global niveau. Je gaat met de autoriteiten moeten samenwerken, maar ook met donoren die eventueel programma's voor je kunnen financieren. Ja, en dan een laatste vraag, meneer Boeddha. Op 27 september gedenken we dus Wereldtoerismedag. Wat gaat het ministerie op die dag precies doen? Nou, op die dag krijg je dan een piek en de locatie, we zijn al bijna rond met de locatie. Het wordt een toerismefestival, heel kleurrijk, waarbij eigenlijk een ieder aan zijn trekken kan komen. We zijn bezig om alle districten daar naartoe te halen, waarbij u ook de uniqueness van elk district kunt meemaken. U zult ook de culturele diversiteit meemaken, niet alleen van Suriname, maar ook van de diverse landen die een ambassade hier hebben. Die hebben ook hun medewerking ook al toegezegd om op die dag op te treden. Er zal ook een kinderhoekje zijn waar de kinderen ook aan hun trek zullen komen. En dat allemaal gebaseerd op toerisme en green investment. En dat is het internationaal thema en een breakdown of een ondertiteling is dat wij meer moeten gaan investeren in people, in planet en in prosperity. En dat is de boodschap die wij proberen mee te geven aan de kinderen, aan beleidsmakers, aan de toerismesector. En de media heeft een cruciale rol om ons daarbij te helpen om dit boodschap verder door te communiceren. En u weet, toerisme, als je duurzaam ontwikkelt, is dat een ending, not ending resources. Toch? Is een not ending resource. Kijken we naar bauxiet, dan is het al op. Aardolie, we zijn nog niet begonnen. Offshore, maar op een dag zal het opraken. Goud zal ook op een dag opraken. En daarom moeten we gaan investeren in het toerisme. En als we duurzaam doen, dan is dat oneindig. Dank u wel, meneer Boeddha. Graag gedaan. Zo, kijkers, jullie hebben het gehoord van meneer Boeddha. De boodschap is, we moeten blijven investeren in de toerismesector. Want dan alleen kan het groeien en kunnen we als land profiteren van de voordelen ervan. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Dan zijn we terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met.